dava com ela ser bancado e ela roubar o bocado das high trans e trocar com nessa placa restrição de tomar uns voos internados no Facebook, ela é certo. Vanaf vandaag ben ik vertrokken en heb ik beslist om gewoon op straat te leven, zeg maar. En de reden zijnde omdat ik woonde bij iemand en daar waren zoveel problemen dag in, dag uit, elke dag opnieuw. Dat als ik daar gewoon niet wegging, dat ik gewoon gek zou worden en dat er verkeerde dingen zouden gebeuren. En daarom ben ik daar vertrokken. Hoe moeilijk dat ook was om die beslissing te maken. Maar ik denk uiteindelijk, later gaat het beter zijn dat ik hiervoor heb gekozen. Dus ja, nu ga ik de wijde wereld in. Met een paar euro. Echt, 5 euro of zo. Mijn hond, mijn grootste liefde, dekens, hier water, kommetje voor mijn doggy, Niji. Hier nog dekens, een paar kleren, swag en zo. En I'm gonna pray for the best, you know. Prepare for the worst, pray for the best. En ik heb nu deze YouTube-kanaal gemaakt, of dit YouTube-kanaal. Ik weet niet wat het is, deze of dit. Maar gewoon om jullie mee te nemen in mijn reis voor degenen die geïnteresseerd zijn. Want ja, ik heb nu alleen dit wat ik aan heb, die twee zakken, mijn hond en één heel grote droom. Waar ik alles voor ga doen om die waar te maken. En God bless me dat die waar komt, dat die uitkomt. Maar ja, maar vandaag deze kanaal en ik vind het ook gewoon chill om tegen mijn telefoon te kunnen praten. Dan kan ik mezelf uiten, snap je? Tegen wie praat ik anders? Ik heb alles achtergelaten. Mijn vriendenkring, mijn ex, mijn familie, die had ik sowieso al een paar jaar niet meer. Dus ja, that's life, man. Life is crazy, maar het maakt niet uit waar je staat. Het maakt uit waar je naartoe gaat. Dat heb ik gehoord en dat geloof ik ook wel. Dus one love. En ik hou jullie op de hoogte. One love.